dag staan we hier voor het parlement. De idioten gewoon stemmen voor Europa te verkopen aan de banken. Het ultieme verkoopsbedrag op 35 miljard euro krijgen wij in onze schoenen geschoven. En we gaan proberen hier iets aan te doen of toch ons te laten horen. Is dat hier Ben? Ja, ja. Gewoon opplakken, want het is de eerste keer dat ik kom. Mag ik nog iets pakken of zo? Alles is in de kast, je zak, alles in de kast. Alles? Ja. Missie mislukt. Ze hadden mij verwacht nog voor dat ik op de tribune mocht in het parlement. Mocht ik met een big chief mee van de MP'kes. Pekes, klinkt grappig. de bedoeling was dat ik euro's ging smijten en dollars in het parlement. Maar ze zaten in mijn onderbroek, maar bij elke stap dat ik deed viel ze uit mijn pijpen. En zelfs een van de MP's hebben mij geholpen van de flyers mee op te rapen. Maar toen hadden ze het wel dood. De VTM is hier ook aanwezig met hun uitstekende nieuws, objectief tot en met. We gaan Europa redden. We zullen ze eens een foldertje geven dat ze een beetje ingelicht zijn over 9-11. Let's go! VTM, brainwash news. Wat dan ook? Wat hebben we hier? RTL. Ook even informeren wat de overheid en de media u niet vertellen. Graag gedaan, Miochi. Je parla flamand? Natuurlijk. Ja, u bent van de media, mag ik u een foldertje geven? Kan je lezen in het Nederlands? Ja, ja. Het gaat over 9-11, het is 10 jaar geleden. Dus ik wil verhandigen dat de media toch niet altijd de correcte informatie heeft. Ik weet niet of dat jij op de hoogte bent, maar weet je bijvoorbeeld dat de torens erin gegaan zijn in 2001? Ja, we gaan daarin lezen, maar weet je het zelf. Ja, ik weet het. Hoeveel? 3 dus, hè. Ja, 3, maar wist het ervoor? Ja, je wist het ervoor. Maar de media, waarom bericht de media er niet over? Ik weet niet. Bent u een journalist? Nee. Ah, oké. Ik kan me gaan melden. Ja, ik heb niks te zeggen. Nee, natuurlijk niet. Maar moest de journalist zijn, dan had ik gevraagd waarom dat nooit niet vermeld wordt. Hè? Dat is maar een klein onderdeel natuurlijk. Maar er zijn enkele documentaries over deze... Goeie. Maar niet van de... ik weet de Franse zenders zo niet, RTBF en zo. Ja. Maar de Nederlandse zenders, VTM, DRT, VTV, noem ze maar op allemaal, ook de Nederlanders. Maar het is overal, hè. Niemand spreekt over de WTC-7. Als je documentaires wilt vinden, dan zijn de alternatieve media. Er zijn... Michael Moore wilde bedoelen. Ik heb 2 documentaires gezien op tv, op gewoonte zender. Dus, ja. Loes Schink. Dat doen ze altijd, hè. Nu ook. Hè. Ja. Het is 10 jaar geleden. Ja. En je ziet constant van alles. Maar allemaal niet de juiste informatie. Ze zullen bijvoorbeeld niet, je mag een tv aanzetten, want nu is dat een hele hype, omdat 10 jaar geleden is. Maar je niet eens al over WTC-7 spreken.
in de journalie. En ze hebben eens een keer Loose Chain, een hele goede documentaire, ook laten zien. Maar achter die documentaire breken ze het altijd zo af dat de officiële uitleg toch nog de beste is. Dat de mensen nog wel afkomen. Dat wil ik gewoon zeggen, dat is een goede hoor. Oké, bedankt. Maar neem het dikke door. Oké. Goedendag, spreek je Nederlands? Ja. Oh, parle anglais? Oké. Oké. Are you a journalist? Ja. Because I see it on here. I'm from your teams, Belgium. Your teams is a worldwide group. And I want to give you... it's in Dutch. Can you read Dutch? But there is a new RL on it, architect and engineers, and it's in English. But also, every information about 9/11 is also available in French. Okay. And the question I want to ask, you are a journalist, huh? Why doesn't the media give facts about 9/11? I don't think about the discussion, so it's not my interest. But he was not a journalist, so take a look at it, because it's very important. Maybe one day you're gonna be a journalist for the FTBR or big news and report it there. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ook even op de hoogte stellen.